Pritje heeft gedineerd in het chique restaurant in de Dure Hond en heeft er de mond van vol. Ik heb niks bij voor te lezen, want mijn story stak nog in mijn jas bij de serveus. En ik heb toen maar gedaan. Pardon? Heb ik gedaan. Ja, ja. En plotsklaps stond daar toch niet zo'n schone, zwarte smoking naast mij. Ja. Ik zeg tegen hem heel vriendelijk, meneer, zet er u maar bij. Deze plaats is nog vrij, hè? Ja. En die keek ook al een beetje raar naar me. Kan ik me voorstellen, Flietje, een maître d'hôtel die bij zijn klant zou gaan zitten, dat gebeurt niet. No, een grote mens, een 2 meter d'hôtel, hè? Ja. Look. Ça va. Dus die had de menukaart bij. Ja, ik dacht, wat krijg je menu? Het was de menu. En ik doe het open, hè. Look, alles stuk voor stuk in het Frans. Incroyable. Ja, ja. Ongelooflijk, lustergoed. Pas op. Ik ken een beetje Frans, hè. Ja. Je ne suis pas un conin. Ik ben geen konijn, hè. Nee, ja, ja, natuurlijk, ja, ja. Een beetje keukenfrans bijvoorbeeld. Vidé, purée, pistolet. Ja, ja. Pâté. Pâté, homeopathé. Nee. Wel, dat stond er allemaal niet op. Ah, ja. Ene pâté stond erop. Ja, ja. Een pâté de lièvre. Ah, ja, ja. Maar lever, ik eet dat niet graag genoeg. Zeg, Felice, wat heb je dan wel als voorgerechtje gegeten? Wel, als voorgerecht ben ik begonnen met iets zeer delicaat, namelijk ene foie d'oie. Ah, een foie d'oie. Een ganzenlever, een foie d'oie. Ziet je dat er lever in zat, zeg? Kwiste dan. Oh, zeg, Felice, dat was nog maar het voorgerechtje. En de hoofdschotel dan? De hoofdschotel. Wel, look, ik heb iets gepakt met huiters. Huiters en spinazie. Ach, huiters. Ik dacht, dat ga goed vullen na deze ene foie d'oie, hè? Ja, ja, ja. Maar een huiter, ik weet niet of je dat weet, dat heeft heel veel weg van een hoester, maar veel verfijnderder van de smaak, hè? Ja, 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 ja. Zeg, en wat heb je bij je huiters gedronken, Flietje? Wel, plotsklap stond daar weer zo'n smoking naast mij, hè? Ja, ja. En ik zei tegen hem, meneer, ik heb al besteld bij uw kameraad, hè? Je suis déjà recommandé, hè? En ik zei, meneer, breng me een keer alstublieft een goed flesje voor bij mijn huiters. Ja, ja. Wacht, look. Je komt me eraf, look. Met een vuile, bestofte boutelja. Met een spinnenweb en alles erop en eraan. Uit zijn kelder waarschijnlijk, hè? Uit zijn kelder, ja, ja. Die durft me dat ook nog laten zien, look. Le Château Neuf du Poep. 1954. Pas op, het strafste komt nog. Die schenkt me daar zo'n klein kletsje van in. En die was precies nog van plan om daar te blijven staan. Dat is zo goed. Ja. Ik heb gezegd tegen hem, meneer, het is omdat je zeker weet dat zo'n oude brol is. Dat je mij zo weinig durft geven. Look, ik heb hem die fles uit de handen geglitst, mijn glas goed vol gedaan. En ik moet zeggen achteraf, het was niet zo slecht voor zo'n oude bus, hè? Ah, dat is niet zo slecht.